Schoon en veilig drinkwater is cruciaal voor de gezondheid en vormt de basis van SDG 6 van de Verenigde Naties. Dat streeft naar toegang tot schoon water voor iedereen tegen 2030. In Suriname zijn er uitdagingen om dit doel te bereiken, vooral in rurale gebieden door gebrek aan infrastructuur. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werkt hieraan met projecten zoals de bouw van een waterzuiveringsstation in Pusugurunu, gefinancierd met 13 miljoen SRD, en drinkwaterprojecten in boven Suriname in samenwerking met het Belgische bedrijf BOSAC. Deze projecten zullen meerdere dorpen van schoon drinkwater voorzien en de lokale bevolking trainen in onderhoud. De strafzaak tegen Kromosuto, Hewaki, Jurgens, Sarjo, Ten Berge en Putter werd op 27 juni voortgezet. De officier van justitie vroeg de kantonrechter om het verzoek tot bewijsuitsluiting in de zaak van Putter af te wijzen. Verdachte Hewaki werd verhoord en zijn advocaat vroeg om opheffing van zijn voorlopige hechtenis, wat werd afgewezen. Ook het verzoek van Jurgens advocaat om zijn voorlopige hechtenis op te schorten werd afgewezen. De zaak is uitgesteld naar 25 juli 2024 voor verder verhoor en uitspraak over het bewijsuitsluitingsverzoek. En de behandeling van de strafzaken tegen Biervliet, Pakito en Ramharak werd op 28 juni voortgezet. Biervliets advocaat, meester B. Pik, vroeg om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De officier van justitie vroeg echter om veroordeling volgens het strafvoorstel. Ramharaks advocaat, Irwin Kanhai, hield vast aan zijn eerdere pleidooi voor vrijspraak. Biervliet kreeg het laatste woord. De uitspraak in beide zaken is gepland voor 2 augustus 2024.